Hallo daar, ik probeer mijzelf bezig te houden. Maar vandaag gaan we mijn bureau opkuisen. Ik ben momenteel zo bezig met altijd alles op mijn stoel te leggen. En als ik daar zit, leg ik alles op mijn bed. En als ik dan ga slapen, leg ik alles terug op mijn stoel. Iedereen, moet niet liegen, iedereen die aan het kijken is, heeft de stoel. Moet niet liegen. Ook zoals je kunt zien als je rondkijkt in de achtergrond, mijn kamer is blijven stilstaan zo'n goeie 10 jaar geleden. Ik moet niet zijn zeker. We gaan dat hier eerst een keer opkuisen, hè. Ja, oké, we gaan dat knipje skippen. Enkele weken geleden heb ik aan jullie gezegd dat ik gebuist was voor een vak en dat ik dat deze zomer voor de 4e keer opnieuw moet doen. Nu, ik was dat los vergeten, maar enkele weken geleden heeft UGent mij gebeld. Ze hadden een fout gemaakt bij de berekening. Wat dat betekent, lieve mensen? Ik heb voor de 1e keer in mijn 7 jaar student heb ik een examenloze zomer. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar ik wou jullie gewoon even erbij pakken voor dit epische moment. De samenvatting die normaal deze zomer opnieuw moest leren. De samenvatting die ik normaal deze zomer opnieuw moest leren. Hier. Kijk daar. In de vuilbak. Wat weer nog allemaal. Hier, beeldcultuur en analyse. Salut. Transgender, transracial. Hoppa. Salut. Samenvattingen van inter... Oh, maar jongens toch. Wat blad moet dan een keer zien, zeg. Salut. Luna, zou ze durven? Ja, ze zou durven. Oh, ze heeft dat pootje al klaar. Oh, de ene weet nu hoe laat dat is. Oh, 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 ja, voilà, het is gedaan. Kijk, voilà, verslagen. En wat die ene kakken daar wel veel. Ze allemaal kakplekken. Ja, papa, dit ook. Zou ze erachter durven springen? Nee, ja, ik hoop het gewoon niet. Nee. Huh? Oh, wauw. Wauw, kijk eens aan. Van een bleekscheet naar een nog grotere bleekscheet. Oei, 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 oei. Ziet dat er beter uit of niet? Ja, ja, kijk, ik word toch van een solide 4 op 10 naar 4,5. Allemaal door een lamp. Ongezien. Oh man. Het moet gewoon beginnen lachen met je eigen, want met die quarantaine. Kleine update, we zijn vandaag 14 april. Als jullie de video kijken, morgen zijn we hoogstwaarschijnlijk een volledige maand in quarantaine. We leven nog. Oh, dat licht is wel fel, hè. Een paar weken geleden hebben de boys van Supercontent mij gestuurd. Supercontent is dat YouTube-kanaal die dat liedje hebben gemaakt over Mark van Ranst. Hebben het sowieso zien passeren. En jullie weten het sowieso, maar onze koning... En je weet het sowieso niet. Maar onze koning is morgen jarig en daarvoor hebben zij besloten om een filmpje te maken met verschillende content creators. Zij zeggen influencers, maar ik vind dat een scheldwoord. Verschillende content creators online gevraagd om een stukje van hun liedje voor koning Filip in te spreken. Of te coveren, of te... Hoe zeg je dat? Zo... Meezingen met uw mond, maar niet zeggen. Playbacken. En ik zat daarbij, tot mijn grote verbazing. Nu, die video staat online. En hier al een klein stukje. Met mij natuurlijk. Hij staat tussen alle mensen en stopt nooit met influencers. Nu, als je denkt, wauw, Maximiliaan, ik wil die video heel graag volledig zien, dan kun je naar het kanaal gaan van Supercontent. Morgen komen we erachter of dat de regels worden verlengd. Iedereen dat denkt dat de regels gaan versoepelen vanaf morgen, jullie zijn gatachterlijk. Even achterlijk kreeg die mensen dat zo van die feestjes organiseren met 30 man. Shame on you. Very, very, very... Ik heb een diploma leerkracht Engels, maar als je mij zo out of the blue in een Engelse context zet, ik praat Engels met een aardappel in mijn mond. Hè. Dus wel even ter mijn verdediging, ik kan beter Engels. Hè. Ik heb de afgelopen dagen terug belachelijk veel gewerkt voor mijn thesis. Luna, kunt je daar zien? Daar kunt ze zien. Het kan haar eigenlijk niet zo verschillen in die lockdown. Het maakt niet veel verschil voor haar, evenveel slapen. Dus dat was het eigenlijk voor de vlog. Dank wel voor het kijken. Duimpje naar omhoog mag altijd, een duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven, kans er heel dik in dat... Uw dikke ma. Nee, sorry. Het spijt mij. Ik weet het gewoon niet. Maar dat was het. Ik zie jullie volgende week terug met de volgende vlog. En ik ben hier een puist te krijgen. Ziet het? Ja, ja. Boris 2.0 komt eraan. Oké. Vaarwel. Ja. Trek ze met Philip op café of in zijn grid. Want alles wat wij willen is met onze man die chillen. Hij staat tussen alle mensen en stopt nooit met influencen. Hoe hem toe voor het gemaakt. Ja, en nu die vriend. Is het nu een bos? Shit. Ja. Hoe weer, hè?